allemaal vragen mij altijd hoe maak ik hier die witkrap wat ik die krakers en die steenbrassen zo meer vang. Vandaag gaan ik jullie een beetje wijs. Jullie zal zien als jullie kijken achter mij hoe lijkt je zeer. Jullie ruk je vlak en dan raak je diep. Je zoekt geen plek waar dadelijk diep is. Nie. Maar dan kan die krap weer komen en het werk je best op laag water. En dan kan ik jullie ook wijs wat ik nou doe om maar aan die zak te krijgen. Ik heb gewoon een lemoensakje. Ik zit met pootjes. Je kan aan je helft het hier. Zit dan in die zakje. Wat je gewone stainless steel rotholder, dan bind je hier om vast. Dit is stijf geweest. Je mag heel goede handschoen, want die krap krijg je baie seer. Maak al dit zeker een klein skerkie. En dan wij zo kom. En ja, dan is het reg om water te gaan. Oké, jullie kan zien, ons is nou bij die water. Ek het nou dit is zo waar die water kort voor het oorstoel. Misschien kom die branders. Die spoel om oor die zakkie. En dan kijk je naar waar gaan die branders hier. En dan zie je dit is waar die krappen vandaan gaan kom. En dit is al uitzien die krappen van oude hier. Hierdie krap knijp verskrikkelijk seer, so wat ek altyd maar doen is ek vat een lekker skerkie en dan knijp ek net die bokant van elke enetjie af. Dan kan jy hom maar lekker hanteer, hy kan jou nie seer maak. En soos jy sien, daar is die sakkie, water spoel af en toe oor hom, dan kyk jy maar net in watse rigting in van die water en dit is waar jy jou krap sal kry. Krapies is gevang, ons is nou by die see. Ek wil jou gaan uitgou wys hoe sit ek die krapie op die hoek. Ek is baie lief om hierdie hoekies te gebruik, is een 4-0 hoekie. Het een lekker steekpunt, so hy is nie ingekrul nie en hy werk baie goed vir kraker of een steenbras, hy is lekker sterk. Ek sit betek hierdie krap sommer net so op, maar ek gaan nou vandag een ander manier doen. Ek haal die toppie van die krap af. So. Nou vat ek een wit mosselkie. Haal hom uit. Kap hom bietjie lekker pap. Dit is maar net vir extra reuk en so aan. Sit dit daar mooi op die krappie daarin. Sit die dopje weer terug. Sit die garing. Raam is net so beetje vast, dat hy net eers vast is. Dan gaan ons nou terug naar die hoek toe. Ek is lief om die hoek hier by die achterkantse poeitjes in te sit. Dan kom hy weer by die ander poeitje uit. So. As hy so op die krap sit, is die krakers lief om hom toe te byt. As hy so op die krap sit, dan gaan hy so in die mond in en hy hoek hom elke keer in die hoek van die bek. Ek breek altyd die een knyper af aan die lynse kant. Die werk het my beter om hom. En dan die groot ding is net om al die pote mooi by mekaar te kry, dat jy hom teen die lyn kan oprol ook. So jy rol hom eers daar by die oogie bietjie vas. Teen die poote op, dat hy bietjie nie soos een malding aan die lucht rond tol nie, en dan kan hy nou weer lekker om die dop vastmaak. Soos ek sê, ek gebruik die krap baie net so, selfe manier, sonder iets binnen, betek ek kap ek een bietjie prinkpron binnen in die krap pap, sit ek het ook al binnen, en vandag vat ek nou net een bietjie witmossel.
Ik draai hem maar goed vast, want hulle druk hem pap en dan slik hulle hem en dan val die hoek af. So ja, daar is hy. Dit is